Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ga zoals elke week weer voor jullie een nieuwe weekvlog beginnen. Dus als je daar zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En als je geen video's wil missen van de maandag en de vrijdag om 4 uur, kan je ook even het belletje aanzetten. Dan krijg je gewoon een melding. En dan weet je precies wanneer ik een nieuwe video geplaatst heb. Volgens mij zeg ik het fout. Nou ja, in ieder geval, het is vandaag dus maandag. En het is vandaag tweede paasdag. Ik heb net lekker, hebben we even een paasontbijtje. Of nou ja, paasbrunch meer. Want het is alweer wat later. En dat was heel erg lekker. Hebben we gisteren ook gedaan. Gisteren was het iets meer uitgebreid. Dat konden jullie zien in de vlog van vorige week. En nu, ja, was ook super lekker. Ik moet vandaag weer werken helaas. Maar pas om 4 uur. Dus dat valt wel mee. Alleen, ik was liever gewoon even een dagje thuis. Even mijn camera neerzetten. Ik heb net mijn make-up gedaan. En ik vind mijn haar zo geel. Het is echt niet normaal. Misschien komt dat dus omdat ik het dus bruin heb gedaan. En dat dus een beetje deze kleur heeft gemaakt. Het is wel lekker zacht. Dus wat ik dacht is dat ik misschien even die zilver shampoo ga indoen. Alleen komt mijn haar dus nog niet te wassen. Dus dan vind ik het ook wel een beetje zonde om nu mijn haar te gaan wassen. Dus ja. In ieder geval, ik ben de vlog aan het bewerken. Want die moet ook nog online komen. Nu mijn internet doet het niet zo goed. Dus het duurt allemaal wat langer. En ik heb net even mijn dekbed en alles eraf gehaald. En dat heb ik even in de was gedaan. Ik ga nu even snel mijn vlog online zetten. Zodat die straks online komt. En dan even kijken wat ik nog deze middag ga doen. De vlog staat online. En ik heb net een bestelling geplaatst bij Zara. En nog wat bij wat andere dingetjes. Oeps. Voor de rest, ik moet over een uur werken. Vandaag niet heel veel bijzonders doen. Ik wilde eerst die zilver shampoo gaan halen. Alleen, ik heb eigenlijk geen zin in om dat te halen. Want dan is ook mijn plekje weg van de auto. Het is vandaag dinsdag. En ik heb net ontbeten. Ik heb gewoon yoghurt op en krusli. Of muesli, of hoe je het ook wil noemen. In ieder geval, ik ben echt heel erg moe. Want ik ga vandaag weer bijles geven. Ja, voor de rest, ik ben dus een idee aan het bedenken die ik woensdag kan opnemen. Zodat die vrijdag online kan. Alleen ik heb zo geen inspiratie. Ik word er echt gek van. Want ik wil zo graag leuke video's opnemen, maar ik weet het gewoon niet. Ik heb gisteravond weer echt heel veel besteld op internet. Dus ja, dat is ook niet best. Alleen het duurt allemaal wel even voordat het binnenkomt. Dus ja, ik ga vandaag moet ik ook, heb ik een soort Skype gesprek met mijn mentor van school. En moet ik een oefentoets maken en dan zal ik jullie wel laten zien hoe dat bij ons werkt. Ja, dus Caro stelt hij vragen. Dus stelt hij een vraag aan Maud. Zegt hij wat hij ervan vindt. Dus hij zegt ik vind het leuk of ik vind het niet leuk. Of zegt hij wat hij erover weet. Oké, de eerste ronde bijles zit erop. En ik heb ook al een broodje met ei gegeten. En dan zo meteen in de middag heb ik weer een nieuwe. En ik heb dus die online toets gemaakt. En het was echt drama. Echt drama. Het waren zulke random vragen. Maar hier krijg je geen cijfer voor. Het was alleen om te oefenen. Alleen ik weet gewoon heel veel dingen niet meer die ik heb geleerd. Oké, ik ga heel even vloggen zodat jullie weten dat ik niet tegen mezelf praat. Oké, ik moet zo meteen kleuters bijles geven en ik zal even laten zien wat we vandaag een beetje gaan doen. Ik dacht dat is wel leuk. We beginnen met dit blad, zodat ze dit kunnen overtrekken en dan leren ze natuurlijk alle cijfers. Want dat vinden ze nog wel lastig, dus ik dacht dat gaan we eerst oefenen. Dan heb ik daarna een les over Kareltje de kikker. En dat gaat dan over dat ze van kikkervisje tot kikker... Van kikkervisje tot kikker bedoel ik. En dan dat is een verhaal met plaatjes. En dan heb ik ook nog een klein filmpje. Deze voor groep 1-2. Hij heet van kikkerdril tot kikker. Die is heel leuk. En ik heb hem hier nog iets realistischer. Alleen heb ik het voorste deel weggelaten. Omdat dat iets te heftig was. En dan heb ik ook nog dat ze deze plaatjes op volgorde moeten leggen. Van kikkerdril naar een kikker zelf. Dan hebben we nog een Engels liedje, wat nog van Pasen. En dan daarna stel ik gewoon vragen over het liedje zelf. En we gaan nog met Skibbo. Oké, laatste ronde bijles is voorbij. Was echt heel erg leuk. Ook een leuke les
over die kikkers. En we hebben daarna ook getekend. Ik moet echt even een foto van gaan maken, dat ik die in beeld kan plaatsen. Dat is wel leuk. Even een half uurtje wachten. En dan heb ik een Skype gesprek met mijn mentor. En ik ga nu even koekjes eten en een vlog kijken. Oké, ik zit in de auto. Meestal kan ik mijn camera wel neerzetten, maar ik heb nog steeds die andere auto. En ik ga nu even richting mijn vader. En ik verveel me echt. Dus ik dacht, ik ga even die zilver shampoo halen. Ga ik dat in mijn haar doen en dan heel lang laten intrekken. Want het is nu best wel een beetje dat het een gele gloed heeft. En ja, dat wil ik niet. En ik wilde dus eigenlijk gaan skileren. Alleen, ik ga niet in mijn eentje. Dus dan houdt het op. Dus ik ga nu even die zilver shampoo halen. En dan ga ik dat in mijn haar doen. En dan weet ik nog niet wat ik ga doen. Misschien even kijken of ik iets aan school kan doen. Oké, ik ga nu deze aanbrengen. De No Yellow. En ja, ik ga het eerst laten intrekken. Dus ik ga het even aanbrengen gewoon op droog haar. En dan laat ik het jullie even zien. Op mijn hoofd. Ik heb het even een knot gedaan. En mijn handen zijn echt helemaal paars. Dus ik hoop niet dat het in mijn hoofd gaat intrekken. Ik ga het nu even een uur laten intrekken. En dan zal ik het eindresultaat laten zien. Oh mijn god, mijn handen. Ik hoop echt dat dit eruit gaat. Anders gaat het echt niet goed. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En het laatste wat ik heb gefilmd is dat ik mijn haar heb gedaan. En ik weet niet of ik echt resultaat zie. Hoe heet het? Ik had het dus veel te lang te laten intrekken. Toen had ik helemaal paarse vlekken. Toen heb ik het net nog een keer gewassen. Maar ik weet niet echt of ik resultaat zie. Misschien jullie wel. Ik weet het niet. Ik vind dat altijd moeilijk om van mezelf te zeggen. Het is heel erg vroeg. Ik ga zo meteen skypen met mijn groep 7. En daarna moet ik een video opnemen voor de klas. Ik moet ook gaan leren. Ik heb maandag een tentamen. En ik moet ook nog even ontbijten. Dus ja, drukke planning. Ja, ik moet echt gaan opschieten. Ik moet nu even iets gaan eten. Dan moet ik mijn laptop gaan pakken en dan moet ik klaar gaan zitten. Dus ja, wel heel erg zin in om iedereen weer te zien. Dus ik ga nu eventjes snel even havermout maken, want daar heb ik wel zin in. Nou, dit is mijn ontbijt. Havermout met een appel, kaneel en besjes. En dat ga ik nu even lekker opeten. Skyped met groep 7. Dat was heel erg leuk. Alleen mijn camera is leeg. En ik moet zo meteen een video maken. Dus ik film even met mijn telefoon. En ik dacht, even kijken. Ik moet nu mijn website van school moet ik even aanpassen. Want ik volg dus het kunsttraject. En we hebben verschillende projecten. En ik moet vandaag, vrijdag moet ik het weer inleveren. Dus ik dacht, het is wel even leuk om te laten zien wat voor dingen we allemaal doen. Dit is, laat maar zeggen, mijn website. Dit is een heel oud filmpje. Dit is gewoon even de voorpagina met allemaal foto's die ik dacht, die staan er wel leuk bij. Nou, dan hebben we verschillende projecten hebben gehad. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld dit project, Winterwoorden waarnemen, Ritme van de stad, Droomvlucht. Je hebt gewoon verschillende. En nou ja, je hebt gewoon heel veel verschillende projecten. En nu zijn we dus bezig met, nou, Droomvlucht hebben we nu net gehad. Dus dan zal ik even laten zien. Nou, we gingen hier bijvoorbeeld naar de Lakal, zo'n museum. Even kijken welke leuk is om te laten zien. Hier gingen we naar een museum in Rotterdam. Dus dan zet ik hier een filmpje op en vertel ik wat ik ervan vond. En laat ik ook foto's zien, bla bla. Voor de rest, poppentheater zijn we geweest. Nou ja, gewoon over alles laat je dus iets zien.
Zodat je nog precies weet wat je allemaal hebt gedaan. Nou, hier ging maar excursie in Rotterdam. En naar een film. De rest, wat hadden we daar nog meer gedaan? Nou ja, trajectmiddag. Dus dat is allemaal op school wat je dan allemaal krijgt. Wat voor opdrachten. Maar ja, dit was ook een heel leuk thema. Winter worden waarnemen. Van vorig jaar gingen we naar het kinderboekenmuseum. Even kijken. Nou ja, daar heb ik gewoon een filmpje gemaakt. Toen was hoor, 2018. Nou ja, gewoon van hoe het er allemaal uitziet. En gewoon foto's die ik erop plaats. Hier kregen we een gastles, was heel erg leuk. En toen moesten we een liedje bedenken. Nou, die heb ik dan ook daarop geplaatst, zodat ik dat kan terugvinden. Ja, dus en ik moet nu dus even het aanpassen. Dus daar ga ik nu mee verder. Oké, ik heb net een video opgenomen die ik voor groep 7 heb gemaakt. En ik zat nu even buiten in de zon. We gaan nu broodjes eten. Zo, ik loop vol tegen de tafel. Welke broodjes zijn het? Lijntjes. Dan wil ik er wel 3. Is dat kan? Of niet? Ik heb het filmpje afgemaakt die ik naar groep 7 ga sturen. En ik dacht het is wel leuk om even... misschien een stukje te laten zien, zodat jullie weten waar ik mee bezig ben. Ze moeten namelijk leren vanaf welk standpunt een foto is gemaakt. Dus ik heb dat dan als voorbeeld bij mezelf gedaan. En daarna een paar vragen aan ze gesteld in een filmpje. En ja, ik dacht het is wel leuk om even te laten zien hoe ik dat dan heb gedaan. 3 andere perspectieven, namelijk het kikkerperspectief, het vogelperspectief en het helikopterperspectief. En dat ga ik laten zien door een voorbeeld van mezelf te gebruiken. Zoals je ziet, zie je dat de fotograaf ver boven mij staat en zie je ook alleen de bovenkant van mijn hoofd. Stel dat we nu dus een foto zouden maken, lijkt het eigenlijk alsof de foto is gemaakt vanuit een helikopter. En daarom noemen we dit perspectief het helikopterperspectief. Nou, en dit heb ik dan bij al die perspectieven heb ik dat dan gedaan, zodat de kinderen dat snappen. En daarna heb ik dan ook verschillende afbeeldingen gebruikt. Bijvoorbeeld deze, en dan moeten zij zeggen, nou, dit is vogelperspectief. En de volgende is, nou, helikopter, vogel, kikker, weet je wel, zo op die manier. En dan hoeven ze dus zelf niet de les te maken, maar hoeven ze alleen dit filmpje te kijken. Dus dat is heel erg leuk. Dus daar ben ik weer veel te lang mee bezig geweest, want ik moet eigenlijk andere dingen afmaken. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga nu iets voor school doen en dan, ja, dat eigenlijk. Ik heb weer alles zo erg uitgesteld. Het is echt niet normaal. Oké, het is inmiddels 5:30. Ik heb mijn nagels gelakt en ik heb het in zo'n soort metallic kleurtje, heet dat zo. Dus het verandert van kleur in het licht. Let niet op mijn afschuwelijke lelijke nagels nu. Want ik had dus mijn acrylnagels eraf gehaald. Mijn auto is weer terug. En toen was ik dus bij mijn vader. En toen was er een pakketje van AliExpress. Waar heb ik die nou gelaten? Daar. Dus die ga ik eventjes voor jullie openmaken. Ik heb geen idee wat erin zit. Want ik heb dit echt wel allemaal besteld voordat alle coronacrisis en alles er was. Maar dit lakje had ik echt vroeger altijd op de middelbare school. Dus ik vind het wel grappig dat ik hem nu weer een keertje op heb. Oké, en dat zit hierin. Oh, ik weet al wat het is. Het zijn nieuwe oorbelletjes. En ik vind deze eigenlijk wel heel leuk. Het zijn namelijk deze. Heel erg leuk. Deze oorbellen. Ik zal ze wel gelijk even in doen. Zodat je het idee kunt laten zien. Ik denk wel dat ik er een paar dan uit doe. Want anders vind ik het net iets te heftig. Oké, dit is de oorbel. Ik vind het wel mooier als de rest eruit is. Maar voor het idee. Ja, voor het idee vind ik het wel echt heel erg leuk. Ik hou echt van die grotere oorbellen. Maar ik denk niet dat ik... Nee, ik ga ze niet nu inhouden. Ik ga nu weer deze terug doen. Maar deze gaan jullie vast nog wel voorbij zien komen. Ik heb... me een beetje klaargemaakt. Even wat anders aangedaan. En ik ga nu met Celia en Ijfke weer afspreken. Zoals elke week. Op 1,5 meter afstand. Dus ja, heel veel zin in. Eindelijk een beetje contact met iemand. Dus ik heb die oorbellen toch maar ingedaan. Ik vind ze wel heftig. Maar ja, ik heb voor de rest een hele saaie outfit aan. Dus ik dacht ik doe het er maar bij. Ik kon namelijk mijn riem ook niet vinden. Dus
Het ziet er echt niet uit. Dus ze komt me nu ophalen. En dan, ja. Ik heb er zin in. Ik zal mijn camera meenemen. Ik zal dan even mijn tasje pakken. Zodat ik hem mee kan nemen. Wat is dit? Chips, denk ik. Oké, okay, maar wat is het? Nee, het is woensdag. Nee, dan. Het is. Om de woensdag, dat gaat er nooit meer uit. Voor altijd. Het is een nieuw ritueel. Ja. Ja, woensdag is. Weer bij mij? Ja. En daarna weer bij mij? Ja. Maar daarna heb ik vakantie. Ik hoop dat het vaker. Week, als het volgende week nou lekker weer is, dan kunnen we een beetje einde van de middag in het tuin. Maar zullen we, we kunnen ook. Het lekker weer. Ja. Wat deed ik hem hier? Wist ik dit? Wat? Dus hier wel. Dus je vaste. Goed. Zet hem echt lekker. Goed. Is die goed gelukt? Ja, zeker. En wel de goede aflevering, hè? Niet zoals ik de vorige keer. Dat wordt echt heftig. Heftig. Het is vandaag donderdag en ik heb er al een hele ochtend op zitten, ook al is het heel vroeg. En ik heb ook al een aantal dingen voor school gedaan. Ik heb me omgekleed, make-up gedaan. En ik ga zo meteen weer bijles geven. En ik moet ook nog heel veel andere dingen doen. Alleen ik heb alles zo erg uitgesteld dat ik nu helemaal stress heb. Dus ja, gisteravond was wel heel erg gezellig. En die aflevering van Temptation Island was echt zo heftig. Het is echt niet normaal. Maar ja. In ieder geval, ik ga zo dus bijles geven. Ik ga nu nog even snel wat eten. En voor de rest, ik moet vanavond werken. Ik wilde eigenlijk vandaag even gaan lopen of zo, skileren. Maar dat zit er niet in. En toch zie ik wel iets bij mijn haar. Want anderen zeggen het ook, niet heel veel. Maar ik zie toch wel dat het iets assiger is, als ik dat kan zeggen. De hele dag bijles zit erop. Wat zie ik eruit? Ik heb veel te warme outfit aan, maar maakt niet uit. In ieder geval, ik heb net een ijsje lekker gegeten in de tuin. En ik kan straks mijn auto ophalen. Dus dat gaan we dan ook maar zeker even doen. En dan is die helemaal klaar en dan kan die weer een jaar er tegenaan. Dus in ieder geval, ik moet nu voor school een filmpje opnemen. Dus dat ga ik nu gelijk doen. En dan, ik moet vandaag eigenlijk ook gaan leren, maar ik moet eerst nog werken. Dus ik moet echt even kijken en ik moet vanmorgen ook nog iets anders maken. Dus ik moet er echt even. Ik heb in het weekend echt zoveel te doen. En ik heb echt geen tijd. Want ik ga leuke dingen doen. En het is lekker weer. Dus ik moet even kijken. Ik ga in ieder geval nu. Wat wil ik zeggen? Nu dat filmpje opnemen. Oké, okay, mijn auto is opgehaald. Ik ga nu even YouTube kijken. En dan. Paprika eten en dan ga ik werken. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En waarom ik deze oranje trui aan heb is omdat ik straks ga skypen met mijn klas. En zij zouden vandaag de koningsspelen hebben. Dus iedereen gaat oranje aan doen tijdens het skypen. Toen dacht ik, als juf mag ik niet achterblijven. En moet ik ook even iets oranjes aan doen. Alleen ik vind het spiegellelijk bij mij staan. Maar ja, dat maakt niet uit. Het is wel leuk. Ik heb ook mijn haren gewassen, want dat was echt mega vet. Dus dat heb ik ook gelijk gedaan. Ik moet nu even ontbijten. Dan moet ik mijn laptop klaarzetten. En ik ga met ze een Kahoot doen over Koningsdag. Dus dat is ook heel erg leuk. Ik zal hem wel even in de beschrijving zetten. Voor mensen die hem dan ook willen gebruiken. Ik vind hem zelf heel erg leuk. En hij is ook heel erg, hoe zeg je dat, up-to-date of zo. Ik ga nu even yoghurt nemen. En dan, of is dit te weinig? Nee, dit kan wel. Ik ga even yoghurt nemen. Kijk, deze heb ik gemaakt. Dus waar woont de koning? Hoe heet onze koning? Wanneer is het Koningsdag? Wat vieren we op Koningsdag? Gewoon zulke vragen. Hoe heet zijn dochters? Met welk woord begint het volkslied? Gewoon een beetje zo. En deze ga ik dus zo meteen met ze doen. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Altijd heel moeilijk om het niveau in te schatten, vind ik. Oké, de eerste ronde bijles is klaar. En ik ga vanmiddag met ze knutselen.
We gaan een moederdag cadeau knutselen, want dat stond in de weektaak. Ook al duurt het echt nog tot 10 mei volgens mij, tot het moederdag is. Maar ja, alvast gemaakt dan. En ik heb wel twee leuke ideeën van Pinterest. Die zou ik hier en hier neerzetten. Deze staan op internet, dus deze mag ik gewoon verspreiden. Dat kan van hun natuurlijk niet laten zien. Ik ga nu denk ik even een broodje of iets maken, want het is alweer 12 uur. Of wat ga ik doen? Tosti. Daar heb ik zin in. En dan gaan we straks weer lekker knutselen. En dan daarna heb ik ook lekker weekend. Ik hoef dit weekend een keer niet te werken, dus dat is ook leuk. Ik ga straks even met Dan gaan we skileren. En ja, ik moet even kijken. Ik wil een tosti maken. Er is nog één plakje kaas. Niet handig dit. Oké, ik ben net aangekomen bij mijn vader. En ik heb allemaal leuke pakketjes. Eén van Chiquel. Eén van Naked. En sieraden. Superleuk. Dus dat ga ik nog unboxen. Niet nu. Want elk moment kan het niet zo zijn. Dan gaan we skileren. Dus ik moet een beetje opschieten. Want ik moet me ook nog omkleden. Dus ik ga nu even snel me omkleden. En dan even een andere outfit. Want dit kan niet voor het skileren. Hey, ik ben met Den en we gaan nu skileren. Ik heb echt het meest rare outfit ooit aan. Zeker met die slippers eronder. Ik schaam me echt dood. Jij hebt een trui aan, een spijkerbroek en ik loop in een korte shirt. En ik heb dat nooit. Ja, maar jij ziet er wel sportief uit. Daar doen we het voor. Oké, ik ga hier mijn camera laten en dan gaan we onderweg wel even iets filmen. Dat moeten we nu wel doen. Oké, we hebben echt een uur en een kwartier of zo, langer misschien, geskielerd. Ik ben echt helemaal kapot. Ik ben blij dat ik een shirt aan had. Nu heb ik het heel koud, maar daarnet had ik het echt bloedje heet. Even mijn handen desinfecteren, jij ook hè? Ja. En we gaan nu even eten halen. Oké, we hebben even eten gehaald. Ik ga stuk om dit. Maar het is echt net, want die zon is net daarachter. Dus een uur geleden hadden we echt nog heel veel. Ja. Maar ja, maakt niet uit. Nee. Heb je het koud of niet? Nee. Oké, het is vandaag zaterdag. En ik ga zo een video opnemen. Daarom is mijn haar ook gekruld. Ik vind het echt heel lelijk geworden. Omdat het veel te, ja, hoe zeg je dat, te krokant is of zo. Maar ja, ik heb echt geen tijd om het laten uit te zakken. En ik heb het ook al geprobeerd. Dus ja, maakt niet uit. In ieder geval, ik ga nu die video opnemen. En dan gaat straks Eva even een paar foto's van mij maken. Maar ik moet even kijken waar ik mijn camera ga neerzetten. En dan ga ik de pakketjes unboxen. Dus daarom laat ik ze niet in de vlog zien. Misschien kan ik het straks even kort laten zien. Maar daar komt dus ook gewoon een video over online. En dat pakketje met die sieraden, die ga ik ook in de volgende week vlog laten zien. Oké, ik heb net een video opgenomen. En mijn bed is echt een slagveld. Nu kan je toch een beetje zien wat er allemaal in zit. Maar dan moet je even de andere video kijken. Ik krijg een stuk op mijn krullen. Ze zijn zo krokant. Ik haat dat. Wat, krokant? Ja, zo van die krokante krullen. Oké, Eva en ik gaan nu even foto's bij deze boom maken. Die andere boom waar ik het over had, ik zou even een foto in beeld doen. Die was dus helemaal uitgevallen. Echt zonde. Ik snap het niet. Dat die is uitgevallen. Nee, en de rest niet. Heel gek. Nou, we gaan even foto's maken. Als die water schade heeft. Oké, let's go. Snel. Oké, Eva en ik hebben net foto's gemaakt en ze zijn echt heel leuk geworden. En we moeten dan zo meteen even dat bestellen op dat pak. Oh ja. Anders vergeten we het. Ik heb nu dit topje van Naked aan en die nieuwe broek. Ja, inderdaad. We moeten dezelfde nemen en dan een andere kleur. Dat is leuk. Maar ik wil dus heel graag... Maar ik heb niet gefilmd dat we gingen eten en zo. Oh, je hebt dezelfde hoesje voor je Apple
dezelfde dingen als ik. Wat? Ik heb precies deze ook. Ja. Kijk, ik heb ook die roze. Alleen die van mij zijn maar verkleurd. Ik heb bij mobiel gekocht. Oh, ik AliExpress 2 euro. Echt? 1 euro of zo? Nee, ik echt voor 15 euro of zo. What the fuck? Oké, okay, nou mijn haar is lekker uitgezakt. Nu is het weer. Dus nu ziet het er. Nu is het gewoon de beachy look. En Eve heeft ook gelaten laten zien dat we allebei krullen hebben. Dat wisten we dus niet. Nee, dat hadden we niet afgesproken. Zo, ik heb echt rode konen. Dit kan echt niet. Hoe heet het? Eve en ik gaan even een stukje rijden. En dan gaan we even lekker eten halen. Weer. Weer, again. Dus even ja. Omkleden. Oh ja, we kunnen nog op vakantie, jongens. Ja. Nou jongens, dit wordt het leven aankomende maanden. Een Arabische skills. Mennelijk hoelem en niet. Maar pak is je hem niet. Oh, zijn wel bloemen. Zie die letterheid hem niet. Lieb in uw bin ik. Oké, we hebben een stukje gereden. En we hebben even. Ja, jullie weten het wel. Pas op dat je niet in de poep staat. Ja. Nou, ik denk niet echt dat hier honden komen. Dat is industrieterrein natuurlijk. Oké, okay, het is vandaag zondag. En ik heb al een hele ochtend op zitten. Ik heb net outfit video's gemaakt. En ik heb nu de joggingbroek aan van Chiquel. En daar komt dus nog een video van online. Die komt vrijdag om 4 uur. Ik ben echt heel erg blij met de items. En ik moet nu echt gaan leren. Want anders heb ik een probleem. Dus ik heb nu veel te veel sieraden om. Omdat ik dat altijd leuk vind in de video. Maar dat gaan we allemaal nu weer afdoen. Want als ik moet leren, dan raak ik daar alleen maar afgeleid door. Het is echt een slagveld in mijn kamer. Omdat ik al die kleding ging passen. Dus dat moet ik ook even opruimen. Laat ik dat maar eerst doen. En dan moet ik echt aan de slag met leren. Oké, okay, het is inmiddels alweer zondagavond. Ik heb net avond gegeten. En ik probeer al de hele dag te leren. Maar ik heb zo erg leerontwijkend gedrag. Het is echt niet normaal. Maar ik ga de vlog zo bewerken. En ja. Dus hierbij wil ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vonden jullie het leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En dan laat ook een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!